Dakota is de dummies iets minder secuur en netjes aan het terugbrengen momenteel. Dus dan doe ik tussendoor kleine oefeningetjes in de tuin. Dat is lekker. Kan je lekker in je kloffie en op je tuinschoenen gewoon je eigen tuin in. Ideaal, zomaar even tussendoor, klein oefeningetje. Ik heb voertjes in mijn ene zak en ik heb het kleine dummietje in deze zak. En het gaat vooral om de kleinere dummies waar ik nu wat meer mee ga werken. In verband met wat meer zoekwerk en om de neus wat meer aan het werk te zetten. En ik merk dat ze de kleinere dummietjes minder makkelijk naar mij terugbrengt. En daarmee bedoel ik dat ze komt absoluut in één keer naar mij terug. Dat is zeker het probleem niet. Maar om die dan vervolgens aan mij te geven, ze gooit hem mijn kant op. Of ze rent een stukje naar de zijkant en gooit hem vanaf de zijkant mijn kant op. Het is voor haar blijkbaar wat lastig om die richting of in mijn hand te geven. Heb ik nu een aantal keren gemerkt. Dus dan breng ik het oefeningetje naar mijn tuin. Lekker overzichtelijk. En dan doe ik het wat dichter bij mij. En dan gaan we gewoon eens kijken wat er gebeurt. Eerste keer. Dus ik ben benieuwd. Altijd leuk. Kom maar. Doe maar. Pak hem maar. Goed zo. Flink. Snoepje even op laten eten. Anders heeft het snoepje nog half in de mond voordat ze hem weer gaat pakken. Doe maar. Kom maar. Flink. Wordt nu ook geen apport gezegd en dat soort dingen. Het gaat u puur even om dat zij mijn kant op komt en het dummietje richting of in mijn hand geeft. En daar wil ik rust in zien. En ik wil zien of haar dat ook lukt. Of het er ook lukt om dat te doen. Als dat niet lukt, dan moet ik mijn stapjes terug gaan pakken. En dan moet ik daar eerst op gaan oefenen. Goed zo. Flink. Dan help ik er een beetje, hè, door mijn hand er goed onder te zetten. Samenwerken, hè. Hond ook helpen. Goed zo, braaf. Knapper hoor. Snoepje eerst even opeten. Ja, goed zo. Je ziet die onrust, hè. Je ziet die onrust in dat hoofdje, onrust in dat lijfje. Ik moet mijn hand echt wel goed eronder houden om hem daarin te kunnen laten vallen. Ik pak dummies over het algemeen niet altijd aan van mijn honden en zeg dan nog extra los. Bij mij is het inderdaad de honden mogen aankomen met de dummy. En de dummy mag gelijk in mijn hand gelegd, geworpen worden. Dat mag absoluut. Maar het liefst niet met heel die beweging zo dat ik dus de dummy moet gaan vangen. Vind ik wat onhandig. En dan zijn mijn vangkunsten ook niet al te best, heb ik gemerkt. Doe maar. Flink. Je ziet ook dat ik vaak met rechts aanpak. Dat is ook omdat ik dat zelf vaak doe in het apporteerwerk. Dus dat probeer ik nu dan ook te doen. Dat de hond daar ook aan gewend raakt. Dat het vaak met rechts aangepakt wordt. Prima. Goed zo. Ze krijgen dus eigenlijk voor alles een snoepje. Ook als die in eerste instantie valt. We zijn iets aan het aanleren. Alles gaat positief. Er wordt geen nee gezegd, geen foei gezegd. Allemaal helemaal niet aan de orde. We zijn samen iets aan het oefenen. Iets aan het aanleren. Daar past geen nee en foei in. Braaf. Braaf. Goed zo. Je ziet die samenwerking. Hè? Ik ook iets door mijn knieën. Mijn arm naar voren gestrekt. Dat ze dan dichter bij mij gaat komen. Dat komt in een later stadium. Dat is nu dus niet aan de orde. Met een grotere dummy doet ze dat dus wel. Met een kleinere dummy blijft zij dus wat op afstand. En wil ze hem dus eigenlijk mijn kant op werpen. Zeker als ze dus van wat verdere afstand aankomt rennen. Nu is alles even heel dichtbij. Maar als er wat vaart in zit, dan krijgt ze de neiging om naar me toe te komen en hem eigenlijk naar me toe te werpen. Iets wat ze, toen ze veel kleiner was, ook al deed. Dus daar pakt ze nu op terug. Dus altijd goed in de gaten houden wat je hond laat zien, hoe je hondje leert. En je kan dat namelijk op latere leeftijd, ze is nu ruim anderhalf, kun je dat terugzien. Dat gebeurt. Blaffen kan ze ook. Goed zo, doe maar. Flink. Flink. Ik zie al veel meer rust. Ja, ze probeert hem nog wat langer vast te houden, maar ik zie rust. Ik zie ook rust in de ogen. Ik sta natuurlijk ook dichtbij er, maar dat is belangrijk om te zien. Flink. En dat was een hele goeie. Heel mooi rustig gegeven. En dan krijgt ze een aantal voertjes. Flinke meid, goed gedaan. Prachtig, goed zo. En dan is de sessie klaar. Voldoende voor vandaag. En klaar. Goed zo.